もう一枚いけだろう。Hey, kooiwijze kijkers. Roy hier vanuit Japan, dag 3 alweer. En vandaag hebben we een Nagoshi Koi Farm bezocht. Nagoshi Koi Farm ligt op ongeveer 2 uur rijden van Niigata, ietsjes minder. Je passeert 26 tunnels en rijdt helemaal langs de kust, een spectaculaire route. En Nagoshi is een behoorlijk grote farm, zoals jullie kunnen zien. Dus daar gaan we een kijkje nemen. En vandaag zijn we met het team van de Koi Page en Mr. Nishikigoi. Ook Misha is er weer bij. Misha is goed bijgekomen van gisteren. Zie je? Misha is topfit weer. En ik zal jullie kort eventjes de farm laten zien, jongens. Yes, hoi daarmee. Hier zitten wat hele mooie kwaken en sanken. Ja, maar water niet. Nee, joh. Oh, er moet water in de bol. Water. Hier is het wat minder goed te zien. Het zijn vrij kleine bassins. Heel veel vissen erin. Met name Kohaku Sanke staat Nagoshi echt onbekend. Ik zal jullie ook eventjes meenemen naar binnen. Waar de nog hogere kwaliteit vissen zitten. Hier de eenkleurige. Nagoshi. Mooi schip. Er zitten echt hele goede vissen tussen. Het kwaliteitsverschil in de bak is wel groot, zo eerlijk moet ik ook zijn. Je ziet er mindere vissen tussen zitten, maar ook hele mooie. Overal bols om lekker te kunnen scheppen. Ik zal jullie eventjes meenemen. Oh. Kijk, daar wordt nu een bak behandeld met KP. Dat zie je heel veel in Japan. Als de vissen net zijn afgevangen, dat ze een KP-behandeling krijgen. Wat leuk is, kijk, wat ik nu net heb laten zien, dat zie je wel vaker bij Nagoshi. Maar als je dan hier naar binnen loopt. Hier het hoofdpunt. Een prachtig puppietje. Helemaal blij, kijk. Camera geel. En hier hebben ze dus ook een winkeltje, een soort aquariumwinkeltje. Met wat kleinere visjes, tamasaba's. Dan heb je hier, daar zie je minder vaak beelden van. Dit is het grote kooihuis van Nagoshi. En hier zitten de echte kanjes. Kweker zelf is er ook samen met zijn zoon. Als je dan hier gaat kijken. Ja, dit zijn vissen van ongeveer 70 à 80 centimeter. Hele gave Kitsuba. Kohaku, Sanke. Normaal staat Nagoshi ook bekend om de Asagi. Zijn er nu wat minder, geen idee waarom. Dit zijn de allerbeste vissen van de farm. Dit is allemaal 80, 90 centimeter, jongens. Echt een fantastische vis. Kijk eens. Kohaku hier komen allemaal, en de Sanke ook trouwens, allemaal uit de Matsu bloedlijn. Hier schitterend. Dit zijn de beste Nissai. En de beste Sanzai. Allemaal gefilterd hier door grote bakken. En zo begint de dag dus vandaag. We beginnen bij Nagoshi. 2 uur rijden, straks ook weer 2 uur terug. Dat betekent dat we het rest van de dag niet heel veel tijd meer hebben, maar dat zullen we optimaal proberen te benutten. Daar zien jullie zo meteen meer van. Zo, na een hele lange rit vanuit Nagoshi, nu bij Shintaro aangekomen. Een van mijn favoriete kwekers, een van de allerbeste sanke kwekers ter wereld. Fantastische Kohaku ook op een hele mooie plek. Kijk eens. Dus tijd om naar binnen te gaan.
En kijk vooral eventjes mee naar de kwaliteit die ze hier verkopen. Typische Shintaro Sanke, wat een fantastische sumi. Dit zijn vissen van, ja, ik denk 50 tot 70 centimeter ongeveer. Heel mooi. Heel klein kooihuis trouwens. 1, 2, 3, 4 en 5 bakken. Dit zijn de allerbeste. Zo, Kohaku. Osanka. Echt ongelooflijk goede kwaliteit. Kohaku en Sanke. Dit is de meer betaalbare bak. Door het lucht zie je daar nu even niet zoveel van, maar we gaan daar zo nog naar kijken als alles uitstaat. Hier nog een bak. Shintaro zelf was helaas niet thuis, dus zijn we doorgereden en kwamen hieruit bij Marusai Koifarm, wat dus niet Marusai heet, maar Marusai. Heb ik geleerd van Atsushi deze week. Dit is het beroemde oude kooihuis. Eén grote bende, heel veel vissen, maar als je goed zoekt, wel voor zo relatief weinig geld leuke vissen te vinden. Nieuwe kooihuis, dat is Shibasan. Nieuwe kooihuis is splinternieuw, ziet er super mooi uit. Er zitten ook wat hogere kwaliteit vissen. Vele grote shagoi ook onder andere. Krasjes. En ja, hier zit echt alles. Dus we gaan jullie allebei de kooihuis even laten zien, zodat je hier een goede indruk van hebt. Na Marusai doorgereden naar Miyatora Koi Farm. Toevallig net een harvest aan de gang. Dus gaan we hier eens eventjes binnen kijken. Met ons voor de deur. Ben benieuwd. En zo ziet Miyatora Koi Farm er van binnen uit. Dit is het huis met de betaalbare vissen. Die je ook heel vaak bij dieren ziet. Er zitten echt hartstikke mooie vissen bij hoor. En dit is allemaal hartstikke betaald. Hier staat Team Kooiwijzer.
hier wat kleine vissen. Splinternieuw kooihuis. En hier kom je in het huis met de beste vissen. En dat is dan ook meteen wel echt heel erg goed hoor. Even kijken jongens, hé. Die sanker daar, 95 centimeter. Tansho sanker. 80, 85. En dit is voor mij de allerbeste vis. Met deze vijver, die wil ik jullie toch even laten zien. Mooi goed te kohaken. 85 centimeter. We zijn hier bij Marohide. En Marohide staat bekend om zijn prachtige kohaku. Maar ook om deze enorme stier. Die staat hier. Mega beest. En die hebben ook een goed filter nodig, zoals jullie zien. Maar nu Marohide koi farm. カメラで。あ、カメラ無線にしてる。プロは物を言えるうるさいです。はい、わかった。すいません。